Hallo kijkers, goed eruit Machine 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA The Lost and Damned. Ik kan vandaag wat minder reageren omdat ik een beetje moe ben. Omdat ik gesport heb vandaag. In ieder geval, kijkers, wij gaan vandaag even heel leuk naar Jim toe, want Jim die heeft weer wat. Voor de kijkers die de vorige aflevering niet hebben gezien, of nieuw zijn. De vorige keer werden we leider van deze motorclub. Omdat op een of andere manier... Billy was opgepakt. Ik snap er dan nog steeds niks van. Ik weet niet wie Billy heeft verraden. Ik weet in ieder geval dat ik het niet was, omdat ik veel te druk was met de Gang Wars en de Razen en alle andere stuff die in deze game zat. Maar al gekleerd zijn. En voor de mensen die zich gaan vragen, waarom zien we dan alsnog dit en de race? Nou, het is heel simpel. Je kan dit gewoon zo lang blijven doen als je wil. Alleen... Ja, dan zou ik eeuwig bezig blijven. In ieder geval, voor de missie hebben we alles al gehad. Ik heb alle races laten zien. Ik heb ze zelfs allemaal gewonnen. Ik heb alle Gang Wars gedaan, 25 van de 25. En je kan nog verder, tuurlijk. Maar dan is het alleen puur voor races. En dan heb je alles precies zelf. Dan is het alles puur voor geld. Het geldt bij de races en ook bij de Gang Wars. En daarvoor vind ik het niet waard. Plus dan laat ik dezelfde dingen zien. En dat hoeft ook hier nou weer niet. In ieder geval. Nu dat hele mooie informatie van alle zijmissies dat ik die gehaald heb. En wat er de vorige keer gebeurd was heb verteld. Gaan we nu de missie doen. En jongens, waarschijnlijk komt er een filmpje, dus ik ben even stil. Hit the pipe. Just an American. I like an American bike. Yeah, I understand. You older, Grandpa, so you like a more sedate ride. Some older, mature shit. Give me that. I'll give you mature shit, Malk. Hey. Ew, who that? Malk. Deshaun, Johnny, brother of mine. All right. Hey. What's up? Malk's got us a connection, Johnny. I'm good, man. I don't need one of them hair dryers. Oh, yeah? You sure now? No. It's a serious hardware. Malk's got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh, yeah? Yeah, explosives. That's right. Okay. With this, we could take the Angels of Death out of business for a long, long time. Oh, you think? With that, it looks like we could take the whole fucking town out of business. Motherfucking right. So what do you say? Are you down? Oh, man, you gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. That's what I thought you'd say. Yo, you fools have fun, but remember this. You get in any trouble, you ain't meet me. Malk, I don't know where you got that shit, man, but one thing's for sure, we will have fun. Kai, play nice. Peace, son. Later, Malk. Hey. Later. Okay, klinkt als een goed idee. Alles opblazen hier. Use pipe bombs to blow up the Angel of Dead fans. Wat zijn pipe bombs nou weer? Wat zijn pipe bombs? Oh, wel een mooie auto. You can throw pipe bombs from vehicles by pressing linker mouse button. Ja, maar wat doet het? Hetzelfde als een molotov of als een granaat of wat? The longer you hold L en B, the shorter the fuse will balance of zoiets. Ik weet niet precies wat er stond. In ieder geval, wij moeten nog een stukje rijden. Want dat moet altijd in deze game. Dus dan hebben we allereerst eventjes lekker rustig een stukje rijden. En jongens, zet trouwens ook even de comments neer of de muziek wat harder moet. Want ik heb het een tijd geleden ook gevraagd, alleen... De meningen waren een beetje verschillend. Dus daar heb ik niet echt iets mee kunnen doen. Maar misschien dat het nu de muziek of het geluid van de game wat harder moet. Zet het even in de comments neer. Vind ik wel interessant. In ieder geval, hop. Die rolt naar beneden. Oké, dan gaan we hier naar links. En dan wil ik weten, wat doen die pipe bombs? Want ik heb daar nog echt niet mee gewerkt. In deze serie. Ik ken ze nog niet eens. Ja, ik heb ze ooit gebruikt in GTA Multiplayer, dus ook een tijd geleden. Maar ja, wat ze toen echt waren, dat heb ik ook niet ontdekt. Ik weet alleen dat ze boom doen. Want het zijn explosives. Dat horen we ook in het filmpje. Maar oké. Hier naar rechts. Klinkt als een niet al te moeilijke missie trouwens. Even 3 wagens opblazen met een pipebom. Maar wat een pipebom is, dat zal ik zo meteen gaan ontdekken. En dan hoop ik niet dat die dingen rijden. Anders moet ik echt oppassen voor mijn wagen. Of ik zet mijn wagen ervoor. Die gaan gozer stoppen. Ik hoop dat alles dan gaat ontploffen. En dan kan ik door. Dat zou ook een techniek kunnen wezen. Oh.
Daar zijn die gozers. Ja. Ik ben benieuwd of die gozers mij gaan aanvallen als ze mij zien. Het zou op zich het best slim zijn van die gozers, want ik heb hun halve volk al uitgemoord. Wacht even. Ja jongens, wacht even. Oh god. Ik moet die gozers doodschieten. Dat is wat ik moet doen. Jongens, als ik zo stil ben, ik zit me een beetje te concentreren. Want het is niet echt het simpelste. Oh, ja. Meneer, succes. Maar waarom gaat Jim mij ook even niet meehelpen? Hij geeft mij wel de missie, maar hij helpt mij niet mee. Oké, en dan wil ik nu even weten waar die pipebombs doen. Er stond dat ik ze uit het vehicle kan gooien. Dus we zetten de vehicle even stil. En dan moet ik wegwezen, denk ik. En wat doet dit? Oh. Ja, het is niet echt een grote knal, maar... we kunnen er wel wat mee. Dit is niet echt geweldige explosieven, dit. Dit zijn explosieven uit China. Daar lijkt het een beetje op. Hoppakee. Hij ontploft wel. Tenminste, die wagen, die ontploft. Hop. Daar gaan we nu richting het zuiden. Maar daar zijn nog meer gozers. Oké, dus eerst de techniek is... schiet die gozers dood. En daarna de techniek is... blaas het busje op met het... Chinese opblaasdingetje. Met de Chinese explosieven. God, dat zijn toch ook echt geen explosieven, man. Die doen een klein knalletje en dan... ja, dat is klaar. Explosieven zijn zoiets als granaten. Dat zijn explosieven. Dit is meer ja, vuurwerk. Ook al raad ik het niet aan om als vuurwerk te gebruiken. Maar het kan nog wel eens lelijk uitkomen. Oké, in ieder geval... waar zijn die gozers? Oh, in de buurt. Ik zou ze heel simpel kunnen pakken. Als ik ze zie. Dat is ook nog iets. Dan moet je eerst zien. Oh. Komen ze naar mij toe of rijden ze van me weg? Nou, laten zien. Gaan jullie weg naar mij of komen jullie naar mij toe? Ze rijden weg, natuurlijk. Geen probleem. Come on. Where are you? Nou, recht voor je, Johnny. Hop. God, ga weg. Ja, heel leuk. Johnny, kom op. Hoppakee. Opgelost. Nou, pak het bommetje maar. En weg zijn wij. En 3, 2, 1. Hoppakee. Het zijn geen krachtige explosieven. Ze doen ook maar van een heel dichtbij damage. Je moet er echt heel dichtbij zijn. Maar ze doen wel wat. Nog één busje. En ik begrijp niet hoe door 3 busjes kapot te maken... de Angels of Death een tijdje buiten business zitten. Want ze dealen toch niet in busjes. Of zit er zoveel hardware in 3 busjes? Ja, we hebben een hele clubhuis toen in de fik gestoken. Dat wel, maar... ik denk dat ze ondertussen wel een andere plek hebben gevonden. Maar die 3 busjes, ik begrijp niet waarom die 3 busjes. Ach, nou ja. Misschien zitten er wel heel belangrijke dingen in die busjes. Springen of niet? Ja, springen. Springen, tuurlijk. Hop. En... rij maar door. Kijk, zo werkt het. En dan wachten we die gozers even op. Oh god. Zitten hier nog gozers? Zo, ga dood jij.
Vlucht of blijf. Ze vluchten, mooi. Dan is het tijd voor Boom. Nou, succes er allemaal mee. Hoppakee. Mission complete. En $2000 erbij. Dat is heel mooi. En ik snap nog steeds niet waarom je zulke slechte explosieven zou meenemen. Oh, ja, we bellen even Jim op. Want dat doen we tegenwoordig allemaal. Even trouwens die bike stop. Ja, hun gaven mij wel slechte explosieven. Oké. Later on. You can call for help anytime from Terry of Clay. He will provide backup for you on jobs. Maar moet ik dan aan denken tijdens missies? Kan ik ze bellen? To ask for their help, call Terry or Clay and select backup. Oké. Ik vind het goed. Waar gaan wij naartoe? We hebben nog even tijd. We hebben nog even tijd. Wat kunnen wij gaan doen trouwens, überhaupt? Maar ik bedoel, dit hebben we allemaal al gedaan. Dit hier is niets interessants. En een missie hebben we ook geen tijd meer voor. Ja. Ik heb een idee. Ik weet wat we gaan doen. We gaan... heel even... rij maar eventjes naar iets anders. Rij maar even naar Eloquin. Dan ga ik even de telefoon pakken. En dan ga ik even een gozer bellen. En bijvoorbeeld Terry. Ja, backup heb ik nu niet nodig. En dan kies ik eventjes de mode wat ik nog nooit heb gekozen. Daar kwam ik laatst namelijk ook achter. Toen ik even deze telefoon doorheen zat te kijken. Dat er hangout was. En hangout heb ik nog nooit gedaan. Dus ik ben best benieuwd. Hangout. Even bellen. Ja, die taxi die rijdt onder wel even. God, Terry is er niet. Wie is er dan wel? Jim. Hangout. Ja, stap maar uit jij. Ja, $3. Nou, dat was het echt waard. Misschien dat ik uit deze taxi moet wezen. Om te bellen. Of is het alweer zo laat? Dat we niet kunnen... weet ik veel wat doen. Hé, hey, wel een vogel. Hangout. En dan sta ik even bij deze vogel. God, is niemand er tegenwoordig? Oké, ik moet even deze vogel uitschakelen. Hoppakee. Oh, 46 maar. Oké. Ik vind het best hoor, maar... wat gaan wij dan doen? Ik denk dat wij op weg gaan naar het clubhuis, want er is verder niet echt veel te doen. Tenminste, behalve alle zijmissies opnieuw, maar dat is ook weer iets overdreven. En hier is ook niks te doen. Echt helemaal niks. Ik zou niet weten. Ach ja. Dan gaan we de volgende keer wel... naar Jim toe. Want vandaag heb ik daar echt geen tijd meer voor. Anders wordt het een echt veel te lange aflevering. Ik snap nog steeds niet waarom. Wat is er, Elisabetta? Johnny. I spoke to your friend Jim and he said you need work. He's sending a friend of his called Malk as well. Meet me at my apartment. Oké. Dus dat kunnen we de volgende keer dus ook tussen kiezen. Tussen die. Elisabetta. Die zit hier. En Jim. Ik denk dat we de volgende keer gewoon Jim doen. Want die is dichterbij. Nou ja. Laten we naar het safehouse gaan. Want we zitten alweer bijna op de tijd. We hebben niet echt veel kunnen doen. Behalve één missie. Nou ja, een missie is toch een missie. Dat is toch iets. En ja. Dan gaan we... Ja, nee, wacht even. We gaan nog wel even een kogel van vest ophalen. Maar ja, niet dat dat echt super speciaal is. Want ik bedoel, dat hebben we ook meer dan genoeg keren gedaan.
En het leuke is dat ik hier gratis kogel van vesten kan halen. Ja, ik denk dat het ook wel kon in GTA 4, hoor, maar... Nee, ik wist deze plek nooit te vinden. Ik wist de weg nooit in Alequin. Ben ik in Alequin, überhaupt? Ben ik in Alequin? Is dit Alequin? Nee, dit is Alderney. Alequin is dat andere stadje. Alequin, dat zit hier. Dit is Alderney. Ik moet die steden een keer hebben. Nou, nee, ik ken ze wel. Alleen, ik haal die twee door elkaar. In ieder geval, ik vind het nog steeds een lelijk autootje. Nou ja. Ja, aan de kant, meneer. Ja, aan de kant. Ik moet erdoor. Zo. En dan denk ik dat ik eventjes de e-mailtjes ga bekijken. En of er nog wat nieuws is. En dat vind ik wel weer mooi geweest voor vandaag. Zo, dus we gaan eventjes kijken of er nog e-mailtjes zijn en of er nog wat nieuws is. En dat vind ik wel weer mooi geweest. Nou, eigenlijk niet zoveel op dit moment. Oké, in ieder geval. Web. Geen e-mailtjes. Oh, Alequin Attorney Murder. Oh ja, die hadden we al gekeken. Die hadden we al gekeken. Dat was het werk van Nico. Die heeft dat gedaan. Dat heb ik hem tenminste laten doen in de vorige serie. Overly effeminate androgynous sword-wielding teen boy. Defeat the alien armada. Loop animation a lot to save production costs. Just like last time? Yes, only this time. Futurist Tokyo is not under threat from the forces of darkness. Nou weten jullie dat ook. Jongens, ik weet niet waarom, maar ik vind het altijd leuk om met dat soort dingetjes af te sluiten. Met dat televisietje. Omdat het gewoon kan. Het kan en daarom is het leuk. In ieder geval, kijk eens. Dan ga ik hier de aflevering afsluiten. Kijk eens hoe even een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zie ik jullie morgen weer. Als we of naar E gaan of naar J. Maar dan zien jullie morgen. Want voor nu ga ik zeggen. Doei!